Ik weet niet echt hoe of waar ik moet beginnen, maar... Shit happens, zei iemand over het laatst tegen mij. En dat is ook zo. Maar sommige shit veroorzaakt jezelf. Door dingen die je doet of vooroordelen die je hebt. Ik denk dat we ons eens moeten openstellen voor andere mensen en andere meningen. En net nu is onze verantwoordelijkheid nemen in plaats van u de hele tijd weg te stoppen. Dat is wat ik wel heb gedaan. Ik heb dingen gezegd en gedaan die ik niet wou. En sorry daarvoor. Ik heb mij weggestopt achter happy posts hier op Insta. Terwijl dat ik mij echt kut voelde. En allang. Daarom ga ik er even mee stoppen met Insta. Ik ga proberen te zijn wie dat ik echt ben in de echte wereld. Merci. En wie weet tot in real life.